sociale psychologie is een patchwork van allerlei deelgebiedjes. Maar als je ergens een deelgebiedje ingaat, kom je altijd weer anderen tegen. Want sommige patroontjes komen overal terug. Snap je wat ik bedoel? Dus zo heb ik het een beetje benaderd. Dat ik dacht, ik ga een deelgebiedje in en dan kom ik vanzelf wel weer dingen tegen die weer met iets uit een ander hoofdstuk samenhangen. Dus ik wil gewoon wat lijnen schetsen. Een voorbeeld wat ook in hoofdstuk 1 beschreven staat. Ik heb expres er niet bij gezet wat het is. Herkennen jullie dit? Het Milgram-experiment, hè? Dus dit is die man, de handlanger van de onderzoekers, die wordt aan de bedrading gelegd. En zogenaamd omdat je hem straks elektrische schokken kan geven. En die zegt waar de argeloze proefpersoon bij is: I should warn you, I have a heart condition. En dan weten we, en dat is natuurlijk een heel bekend resultaat, dat de meeste mensen in dat experiment doorgaan met schokken tot het... Ja, het lijkt alsof die man inderdaad eraan bezweken is, zijn hart. En dat is ook een heel goed voorbeeld van de invloed van de situatie. Want de cruciale factor is die onderzoeker in zijn witte jas. Hè, die in dit geval ook die witte jas. Doet hij die jas uit, dan is die gehoorzaamheid al veel lager. Hè, dus doordat hij een witte jas aan heeft, maakt hij de indruk van hij weet wat hij doet. Hij doet ook, ik weet niet of jullie de filmpjes wel eens hebben gezien ervan, hij doet heel zelfverzekerd en resoluut. En ook bij deelnemers die aarzelen, zegt hij, you have no other choice. Boom. Hè, en er is dan één proefpersoon in het filmpje wat ik heb gezien en die zegt, yes, I do have a choice. I'm ending this experiment right now, zegt hij dan. Hè. Maar dat vergt heel veel van mensen. Hè. Als je zit in die situatie, je bent zo geleidelijk meegenomen. Je hebt al schokken gegeven, hele kleintjes. Hè, dus er zit ook een soort voetende door-effect zit erin. Je begint met hele kleintjes, je bent al heel ver. En er zit die zelfverzekerde deskundige, die oogt alsof die precies weet wat hij doet. Die zegt, you have no other choice. Nou, kom er dan maar eens op om te zeggen van ja, maar ik heb wel een keuze, ik doe gewoon niet meer mee. Nou, dat is een mooi voorbeeld van de invloed van de situatie. En wat daar interessant aan is, is hè, de invloed van situationele variabelen, zoals de witte jas en hoe zelfverzekerd die onderzoeker zich gedraagt. Maar ook interessant is, we kijken ervan op. Hè, nou ja, wij ondertussen niet meer, want wij kennen dit onderzoek. Maar als je dit vertelt aan mensen die er nog nooit van hebben gehoord, en ook het omstandereffect is ook een mooi voorbeeld daarvan. Het zijn resultaten waarvan we zeggen, jeetjes, en dat is ook wat sociale psychologie interessant maakt, vind ik. Je ontdekt dingen over mensen waarvan anderen zeggen, nou, dat had ik niet verwacht. En als je mensen vraagt, hoe zou je zelf reageren, dan zeggen ze altijd, ik zou het niet doen. He, dus wat we noemen effective forecasting, he, dat komt aan de orde in het hoofdstuk over emoties. Dus dat is voorspellen hoe je je zou voelen op een later moment. Daar zijn mensen heel slecht in. Dus als je aan mensen vraagt, stel je voor dat jij in die situatie zit, wat voel je dan, wat gaat er door je heen? He, net zo bij die situatie met dat pesten of die situatie met die omstanders. Of de situatie van stel je voor dat in jouw bijzijn seksistische dingen worden gezegd. Dan voelen ze van, oh nou maar ik voel dat niet deugt en ik ben het daar niet mee eens en dan zeg ik daar iets van. Zo voelt het voor mensen zelf. En we weten uit onderzoek dat dat niet klopt. Dat ook mensen die vooraf zeggen ik zou er iets van zeggen, dat die het niet doen. Dus dat is ook wat sociale psychologie interessant maakt, dat je dingen ontdekt over mensen waarvan ze zelf helemaal niet hadden gedacht dat het zo zou werken. Het heeft zeker met bewustzijn te maken, maar dan vooral bewustzijn in de zin van dat je een beetje uitzoomt en kijkt van, hé, wat gebeurt hier nou eigenlijk relationeel? He, dus dat bewustzijn waarbij je een soort mindfulness nodig hebt, een stapje terug. Kijk, wat is het proces wat hier gaande is? Dat speelt vast een rol. En daarnaast is het natuurlijk zo dat mensen mondiger zijn geworden. Maar ik denk helemaal niet dat dat zoveel helpt. Want als je nou kijkt naar al die mensen op sociale media die andere mensen verrot zitten te schelden, zeg maar. Nou, ik weet niet of jullie het een keer gezien hebben. Ik vond het heel interessant. Er waren een aantal BN'ers die gingen mensen confronteren die hun hadden
verrot gescholden op Twitter. Ja, en dan, als ze dan voor iemands neus staan, dan zijn het gewoon ongelofelijke sukkels, net als iedereen. Die zeggen, oh ja, maar ik heb het niet zo bedoeld. Hè, dus dat is ook die sociale media, die maakt dat mensen ineens heel stoer kunnen zijn, omdat ze de ander niet zien. Hè, dus ze zitten lekker thuis veilig achter hun computer. Maar in een echte sociale situatie met iemand voor hun neus, gaan ze gewoon weer mee van, oh, hier staat een BN'er en een camera, nou hou ik mijn mond. He, dus die toegenomen mondigheid helpt denk ik niet veel. Maar ik denk dat die omstanders, daar praten we altijd over alsof het een homp onverschilligheid is. Maar daar zitten mensen in die wel zien van dit deugt niet, maar het niet durven zeggen. Maar er zitten ook mensen in die, omdat ze niks hebben gedaan, het vervolgens ook voor zichzelf recht praten en zeggen, ja, maar zo erg is het niet. En dat hij gepest wordt, daar heeft hij het zelf naar gemaakt. Al die mensen, en dat zie je ook als je kijkt naar bijvoorbeeld de mensen die betrokken zijn geweest bij de bankencrisis. Hè, of bij die exorbitante bonussen, hè, waar wij dan heel erg negatief over oordelen. Als je die mensen door gaat vragen, dan zeggen ze altijd van die dingen als, ik kan nog steeds 's avonds mezelf recht in de spiegel kijken. Maar want zij hebben voor zichzelf een verhaal waardoor dat ook kan. Ja. En dan denk ik, zo verschillend is het helemaal niet van de doorsnee consument die naar de Action gaat omdat het lekker goedkoop is. En dan zegt, nou, het was hartstikke goedkoop bij de Action en zich niet afvraagt van, is hier kinderarbeid in het spel? Wat doet dit product qua duurzaamheid? Dat ze het zo goedkoop hebben kunnen krijgen. Iemand ergens op de wereld betaalt de prijs daarvoor. Hè, en die consument die zo negatief oordeelt over die bankiers met hun vette bonussen, die doet eigenlijk hetzelfde op zijn kleine schaal. Namelijk je voordeel doen met de situatie die is opgetreden. En het voor jezelf recht praten en zeggen, ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken. Maar als je mensen vraagt, wat zou jij doen? Dan gaan ze altijd uit van hun positieve, morele zelf. Het beeld wat ze van zichzelf hebben. Dan zeggen ze, nee, maar ik zou er niet aan meedoen. En dan vergissen ze zich dus in hoe makkelijk je wel meebeweegt. En dat maakt die experimenten ook interessant. En waar we het nu net over hebben, echte autonomie. En echte autonomie is heel iets anders dan reactance. Zien jullie dat? Want reactance is, jij wil iets van mij, dus dan ga ik precies het tegengestelde doen. Dan ben je nog steeds afhankelijk van die ander. Maar echte autonomie, vertrouwen op je eigen stem, je geweten, hoe je het wil noemen, dat is het moeilijkste wat er is. Hè? En dat vraagt inderdaad vaak heel veel bewustzijn van, hé, wat gebeurt hier? En het vraagt soms ook dat je de tijd neemt. Hè? Want heel veel van deze dingen word je ook onder druk gezet. En je hebt het gevoel van, oh, nou moet ik... Dus je zou eigenlijk in moeten bouwen van, altijd als ik het gevoel heb van, ik word erin geluisterd, dan zeg ik, wacht even, ik wil even nadenken. Want dat geeft je meer kans om autonoom te zijn en niet op je gut feeling mee te bewegen.